Yes. Ik ben Pijken. Pijken? Pijken, 28 jaar uit Zaandijk. En dan heb jij twee vrienden meegenomen. Ja. Ons wel bekend. Ja, hè? Kun je je nog heel even voorstellen? Ik ben Jermaine en ik heb 2 jaar geleden ook meegedaan aan X-Factor. Dat was top. Maar nu gaat hij hem rocken. En ik ben Deon en ik heb een ander programma gewonnen. Ja, gewonnen man, gewonnen. Dus ik wil er alleen maar mee zeggen, zij hebben er kijk op. Zij hebben er zeker kijk op. Ja, ja. En zij zeggen... Pijken is de shit. De shit? Jij bent echt de shit. Ik ben de shit. Dat zal je maar gezegd worden. Ja. En wat voor nummer ga je doen? Ik ga voor Once in My Life doen, voor Steve Wonder. Hoe is dat? Het is, ja, dat is het mooie van hem, want je verwacht het misschien niet. Maar die man heeft zo'n soulstem en het, ja... Ik hoorde het voor de eerste keer toen en ik stond echt zo. Pijken is volgens zijn maten de shit. Zijn grote voorbeeld is Stevie Wonder en ja, dat schept wel wat verwachting. Pijken's sterke kant is ook letterlijk zijn stem. Daar denk ik ook wel straks dat als de jury zijn stem hoort, dat ze echt denkt van oh, what the hell. De eerste auditiedag in de Heineken Music Hall, waar duizenden kandidaten met publiek erbij proberen een ticket te verdienen voor de volgende ronde. De 28-jarige mediaadviseur Pijken is bezig zijn leven over een andere boeg te gooien. En denkt dat hij de X-Factor heeft. Ik heb niet zo'n heel lekker jaar achter de rug. Ik ben getrouwd geweest, dus dat zegt het al. Scheiding meegemaakt en dus heftig jaar geweest. Maar dat heeft er wel toe geleid dat ik qua muziek meer mijn emoties erin kon leggen. En er ook voor gezorgd heb van ik moet er nu gewoon voor gaan. Ik ga een ander pad gaan kiezen. En dat ga ik doen op het gebied van muziek. Hallo. Wie ben jij? Ik ben Pijken. En waarmee ga jij ons blij maken? Ik ga zingen voor jullie For Once in My Life van Stevie Wonder. Oké. Ga je gang. Helemaal goed, dankjewel. For once in my life, I got someone who needs me. Someone I've needed so long. For once I'm afraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. Once I can touch what my heart used to dream of, long before I knew someone warm like you would make my dreams come true. In my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can take it. As long as I've got love, and I know I can make it. For once in my life, I have someone who needs me. Yeah, yeah, oh, yeah. Oh, yeah, yeah, who needs me, yeah, yeah. Oh, oh. Gek. Dankjewel. Helemaal te gek. Ja, dat was waanzinnig goed. En dan die modulatie ook nog. Dat was helemaal te gek. Echt waar. Top auditie. Dankjewel. Ja, die modulatie, dat je die ook gewoon allemaal zo zingt alsof het niks is. Zo. Zo, lekker makkelijk allemaal, dat nummer. Je doet het echt. Ja. Echt een hele goede auditie, Puiken. Pauken? Nee? Bijna. Puiken. Nee, je bent een hele toffe gast. Maar in het begin had je nog echt angst in je ogen. Dus zag ik op het scherm hier van... Oh, je bent zenuwachtig. Dat is ook niet niks, toch? Nee. Om hier te staan? Je staat nu al in een uitverkochte AMA. Hey. Kijk eens. Maar die angst is al verboden. Laat het gaan, want je bent goed. Ja, weet je, kijk hè. Ja. Jij kwam zo aanlopen alsof je zo uit Boer zoekt vrouwen. Is het zo? Met dat vest. Maar ik keek op het beeld. Het is helemaal 2011 hoor, dit. Ja. Ja. Maar weet je, ik keek op het beeld en ik zei tegen Goren: God, een lekker koppie heeft hij. En toen ging je zingen en dacht ik: we hebben er één binnengehaald. Ja. Lekker. Pijken. Ja. Ik kwam binnen, toen dacht ik, dat is de butler van de Addams Family, Lurch. Kijk eens. Weet je, dus daar moet echt wel even wat aan gebeuren. Hij is hartstikke lekker. Dat ziet er goed uit, hoor. Wil je wat drinken? Door de wasstraat. Ja. Even door de wasstraat, zeg maar wel. En ik maak me heel erg zorgen dat als het Nederlands publiek straks jouw naam gaat scanderen, dat hoop ik niet dat ze het verkeerd verstaan.
Ja, het maakt mij niet uit. Als mensen dat zeggen, zeg ik altijd nu al. Ja, precies. Ik denk dat we niet hoeven te stemmen. Nee, doe ik niet. Unaniem door. Ik heb een knuffelen. Ja, je hebt me niet teleurgesteld hoor. Nee, nee, al die verhalen en, dan, en ik had zulke verwachtingen. Ik dacht, zou het gebeuren? Zou het gebeuren? Je hebt het gewoon gedaan. Pijken, 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 p